Op New Business Radio. We zijn live en uit te horen bij het technische handelsonderneming Hitmaat. 90-jarig bestaan. Bordes is daar letterlijk op de borrel. Hebben we eigenlijk al wat glazen horen klinken? Wij hebben weer niks gekregen. Nee, maar hebben we al een beetje getoast gehoord en dat soort dingen? Volgens mij nog niet, hè? Ik zie de bier en de hapjes al achter jou voor de ijs schuiven. Ja, we zijn bij Hitmaat inderdaad handelsonderneming. Technische handelsondernemingen. Filtratie, processen. Grote apparatuur, kleine apparatuur, maar allemaal heel erg technisch gedreven. Een handelsonderneming, gewoon verkopen. En meneer Schepers zei dat al toen we begonnen. Je moet het gewoon voor meer verkopen dan dat je het inkoopt en dan komt het goed. Maar er is meer aan het gebeuren voor mij. Welkom Ronald, jongen. Ja, dankjewel Richard. Hitmaat Service. Een begrip. Een begrip zelfs. Een begrip. Leg eens even uit, wat is Hitmaat Service? Oké, nou Hitmaat Service is eigenlijk een ondersteunend orgaan voor alle verkoopactiviteiten. Nou, zoals het inmiddels wel bekend is, zijn we heel breed op de markt en producttechnisch bezig. Echt heel erg in techniek en echt gewoon apparaten, ja, apparatuur, ja. Stoere pompen, breekplaten. Precies. Nou ja, goed, breekplaten valt voor ons weinig aan te verdienen natuurlijk als serviceman. Hij is kapot. Als hij kapot is, is hij kapot. Een pleistertje erop en dan doet het weer, hè. Nee, maar het gaat echt om geavanceerde techniek. Waar wij dus echt mee bezig zijn als service-engineer. Dat is toch om een visitekaartje ook achter te laten. Wat bedoel je met zo'n visitekaartje achterlaten? Nou, zo'n visitekaartje kan je zeggen van nou, als de verkoper daar goed bezig is en die legt zijn contacten, dan wil een klant heel graag ook weten van ja, wat zit erachter? Wat zit erachter zo'n verkoper? En een goede verkoper heeft een goede verkoopbabbel en die weet zijn producten wel te verkopen. Maar dan wordt het geleverd en kan hij daar nog terugvallen? Kan hij terugvallen op zeg maar specialisme, op kennis? Kan hij op support kan hij rekenen. Hè? Dus ondersteuning, als er aan de hand is, kan ik op Hitmaat rekenen. Ja, je koopt niet alleen maar een product, maar de dienstverlening erachter is misschien wel veel belangrijker. Precies, en daar focussen wij ons op. En dat is een hele belangrijke... Noem daar eens een voorbeeld van, hoe je dat doet. Ja, op het moment als er een instrument verkocht is of een systeem door een verkoper, dan wordt service daarbij betrokken om te laten horen, te laten zien wat wij ervan weten. En dat die klant de zorg om dat instrument meteen goed te kunnen laten werken, dat we die zorg kunnen afnemen, dat we hem daarin kunnen ondersteunen. Echt begeleiden in dat proces. Precies, adviseren. En ook echt begeleiden tijdens het installeren. Dan heeft die installatie plaatsgevonden, daar hebben jullie mee geholpen. Zorgen dat die toepassing op de beste manier wordt gebruikt, ja. Zijn plek vindt in het proces. Hoe zijn jullie daarna dan nog betrokken bij die klant? Nou, dan is het natuurlijk om continuïteit te waarborgen. Zeker bij productiebedrijven is dat wat voor typisch soort bedrijven praten we over? Petrochemische bedrijven, hè, een raffinaderij. Je moet niet denken dat door een storing aan een product, wat wij heel snel dan op kunnen lossen, plaatsvindt dat zo'n raffinaderij daar 1 of 2 dagen door stil ligt. En als wij daar direct op kunnen inspelen en dat kunnen voorkomen, dan is een klant zielsgelukkig mij natuurlijk. Hoe vaak zitten jullie bij zo'n klant? Hoe vaak bemoei je ermee, zomaar zeggen? Ja, dat is continu. Continu? Dat is continu, want ook al is er niets aan de hand, willen we toch graag weten of die klant nog steeds tevreden is. En of er überhaupt ergens over gesproken wordt, waar wij direct een invulling in kunnen geven. En waarbij je ze kan ondersteunen en extra informatie kan geven. Precies, ja. En dat is ook de kracht van de Hitmaat Service, om daar achteraan te blijven gaan en die ruimte ook vanuit de organisatie te krijgen en niet te wachten op dat een klant belt van joh, ik zit in de problemen, want dan is het eigenlijk te laat. Dan ben je te laat. Preventieve service, dat pak je zo op die manier aan? Ja. Met hoeveel man? Is het man? Er nog een dames bij? Nee, het is bij ons helaas alleen maar mannen. Het maakt gewoon niet uit. Het gaat om de kennis en het gaat niet eigenlijk om de verpakking. Dat is leuk, hè? Dat is precies. Een goede opmerking, toch? Daar word je een beetje stil van, hè? Ja, hè? Maar jullie zijn dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week in town? Wij zijn 24 uur per dag zijn wij bereikbaar. En 24 uur per dag in touw. Er werd net gevraagd door Richard met hoeveel man zijn jullie. Nou, wij zijn met 6 personen. Met 6 personen kan je geen continu rooster neerzetten. Maar wij hebben een team van echt golden boys die eigenlijk heel loyaal in Hitmaat zijn. Ongelooflijk veel in de vakkennis ver zijn. Niet alleen qua instrumenten, maar, en daar komt het belangrijkste, ook wat bij de klant gebeurt.
Heb je wel eens momenten mee gehad dat jullie dachten van nou, nu hebben we echt een uitdaging met z'n allen. Er zijn op verschillende plekken, hebben ze ons nodig. Nu moeten we staan. Ja, precies. Nou, en dan komt het commerciële traject om de hoek kijken natuurlijk. Om die klanten toch tevreden zien te stellen en prioriteiten neer te zetten. Hoe heb je dat toen opgelost bijvoorbeeld? Kan je een voorbeeld noemen? Een voorbeeld noemen? Nou ja, goed, je hebt natuurlijk wel... Kijk, alle zesde mensen, die hebben allemaal een specialisme. En daarnaast hebben ze dan, zeg maar, ook business die ze erbij doen... om die specialisten te ondersteunen. Nou, mocht het zo zijn dat er iets aan de hand is... tegelijkertijd op dezelfde vakdiscipline als waar die specialist al voor is ingezet... dan zal die tweede man erop uitgestuurd worden. Ja, dat duurt een kwartier langer. Maar de klant wordt wel geholpen. En zo houden we ons sterk. Maar dat is de snelheid waar we over praten, over een kwartier. Bijvoorbeeld, ja. Kijkend naar de toekomst, Ronald. Hoe zorg je dat die kennis die allemaal in jullie zit... dat die geborgd is, dat die doorgaat... dat die bij de volgende generatie terechtkomt? Want Hitma is 90 jaar, maar dat gaat ook 190 jaar worden. Ja, precies. Nou, en dat is ook waar Hitma gewoon goed mee bezig is. Investeren. Investeren in kennis. En dat betekent dat je meteen erop... goed de markt in de gaten houdt, de ontwikkelingen van de instrumenten... en daar ook meteen gaat investeren, die kennis naar je toe halen. En dat ook doorgeven dat als er zometeen een andere collega is... die kennis meteen ook heel specifiek doorgeven... door die nieuwe man mee te laten gaan, ervaring opbouwen... kennis te laten maken met de producten... en natuurlijk de fabrikanten uit te zoeken die je daar een goede support in geeft... en ook die trainingen. Jou die backup weer kan geven. Ja, precies. Wat is service wat jou betreft de toekomst? Service is voor mij de toekomst dat we in ieder geval, zoals ik al zei, keihard waarmaken dat wat we zeggen. Dat is belangrijk. Ja. Dat we een service houden als een verkooporganisatie waar we kunnen onderscheiden ten opzichte van concurrentie. En dat we niet de doorgeefluik zijn, maar dat wij echt die ambassadeurs zijn die ook die ondersteuning, de kennis overdragen aan onze klanten. Ik geloof direct dat jij een hele goede ambassadeur bent voor Hitma in de markt. Nou, dank je wel. En dat verhaal niet het. Dank je wel voor jouw verhaal vanmiddag. We doen ons best, Rick. Oké.